Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft landelijk een overzicht gemaakt van de sportaccommodaties en de status daarvan. Dit zei minister John de Goyo gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA. De sportaccommodaties zijn in kaart gebracht, zodat het ministerie beter beleid kan maken ten aanzien van reparatie en onderhoud. Deze informatie was ook nodig ten behoeve van nieuwe sportaccommodaties in verschillende delen van Suriname. Voorzitter, het behoeft geen betoog dat om het sport- en jeugdbeleid effectiever te kunnen uitvoeren, het van groot belang is te weten hoeveel sportaccommodaties ons land telt en waar deze allemaal gelegen zijn, als ook in welke staat zij verkeren. Voorzitter, ik kan u informeren dat het ministerie intussen via een zogenoemde landelijke scan het eerder genoemde reeds in kaart heeft gebracht. Onze technische deskundigen hebben hierbij vooral gelet op een aantal belangrijke zaken, zoals de takken van sport die beoefend worden op zo'n sportaccommodatie, de fysieke gesteldheid van sportfaciliteiten, waarbij alle technische aspecten worden bekeken, de juridische status, wie is de eigenaar, wie beheert de sportaccommodatie en wie maken er allemaal gebruik van de sportaccommodaties. De minister deelde verder mee dat het Wil-Akswijk Sportcentrum, meer bekend als SOSUS, zal worden heringericht. Ten aanzien van het Willebrod-Akswijk Sportcentrum kan ik u geacht college als volgt informeren. Het Willebrod-Akswijk Sportcentrum zal uiteindelijk wel heringericht worden. Het ligt in de bedoeling dat bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de behoeften en omstandigheden anno 2017. Het origineel plan van het Willebrod-Akswijk Sportcentrum zal dus enigszins aangepast worden aan de wensen en behoeften van de huidige tijdsgeest. Dat neemt niet weg dat het hoofddoel van het Willebrod-Akswijk-complex hetzelfde blijft, namelijk de sportgemeenschap een mogelijkheid bieden om op een adequate manier te kunnen sporten. Minister John de Goyo van Sport en Jeugdzaken gisteren in DNA. Zij sprak over het beleid ten aanzien van de sportaccommodaties.